Alle Nederlandse schaatstreks hebben we in actie gezien. Maar tot ieders verbazing kwam er plotseling een hele bijzondere gast het ijs op. W.A. van Buren, oftewel prins Willem-Alexander. En u hoort het aan de reactie van het publiek. De komst van Willem-Alexander naar Heerenveen, die wordt gewaardeerd. De samenstelling van de koppels, Petra Molhuis en Bert Koopmans, Grietje Mulder, Geert Kuiper, Uwe Jens Maai, Karin Kania, Bonnie Blair, Dave Schillek en dan Yvonne van Gennep met Hein Vergeer en W.A. van Buren. Zes is Sange Hofman, dan Stan Visser, Gustafsson Rotenburger en Velzenboer van de Velde, het Shorttrack duo. En dit moet dan het hoogtepunt worden van Veronica IJsgala, de koppelkoers. De teams staan opgesteld. 9 teams van 2, een dame en een heer. En natuurlijk het team W.A. van Buren, Yvonne van Gennep en Hein Vergeer. Het driemanschap. We kijken naar Grietje Mulder, we kijken naar Ingrid Paul. En daar zijn ze weg. En let eens op die enorme start van het meisje met het rode hesje. Dat is Christa Rotenburger. Ze vormt een team samen met de Zweed Thomas Gustafsson. En ze wordt gevolgd door Bonnie Blair. Bonnie Blair die samen met Dave Silk hier rijdt. Het hele meute is weg en nu is het wachten op de eerste aflossing van Yvonne van Gennep met W.A. van Buren. Nog steeds Christa Rotenburger, Bonnie Blair en vlak daarachter zagen we ook Kabi Zangen. En nu moet hij oprijden. Dat gaat dan gebeuren, daar gaat Dave Schillek al rijden. De rest gaat weg, we wachten op de eerste aflossing. En die aflossing die verloopt voor sommige paren toch wat moeizaam. Nu kijken we naar de aflossing. Ja, daar is die weg. Het gaat wat moeilijk, maar hij is weg. Yvonne van Gennep mag een duwtje weg. De eerste meters voor prins Willem-Alexander. Eén handje op de rug, maar het gaat niet echt gemakkelijk. En daar valt hij. Oh, daar valt hij. Een pirouette erbij. Dat is een slecht begin natuurlijk. En nu moet hij proberen toch weer in cadans komen. We kijken nog even naar de herhaling. Eén hand op het ijs. Het mag hem niet baten. De pirouette is schitterend. Daar is niet op gestudeerd. Dat gaat zo vanzelf. En nu moet hij proberen toch weer dat ritme te hervinden. We kijken inmiddels naar de beide koplopers. En nu Willem-Alexander op weg. Ja, het gaat niet lekker. Het gaat natuurlijk te midden van die wereldverdetten. Altijd wat schutteriger. Zo is het nu één keer. Maar de aflossing met Hein Vergeer. En dan zal Goudenheintje natuurlijk moeten proberen om toch nog wat van de opgelopen achterstand goed te maken. Hein Vergeer langzaam op gang gekomen. Terwijl de overigen al voor de tweede keer gaan aflossen. En dan is het natuurlijk toch erg moeilijk. Vergeer, hij is erop gebeten om hier vanavond nog één keer een goed figuur te slaan. We kijken naar de kop van de wedstrijd. Terwijl prins Willem-Alexander nog steeds een beetje het hoofd gebogen over zijn zonde nadenkt. We kijken naar de kopgroep met Karin Kania, met Kabi Zange in derde positie en daartussenin Christa Rotenburger. Wat een trio zeg, de Oost-Duitse trojka, geweldig door die bochten gaand. Karin Kania, Christa Rotenburger en Kabi Zange. Het zijn me er toch wat zeg. De dames die jaren nu al het beeld van het Oost-Duitse en ook het wereldschaatsen bepalen. Duiken daar de bocht weer in. Hopen daar weer goed uit te komen. Maar voorlopig gaat het allemaal perfect op weg naar de volgende aflossing. En die aflossingen die moeten dan gebeuren. Karin Kania met Uwe Jens Maai. André Hofman neemt over van Kabi Zange. En in het rood is het Tommy Gustafsson. En hier wacht iemand op zijn aflossing. Voorlopig heeft hij even rust terwijl doorgaat. Gustafsson in het groen daarachter, André Hofman en in derde positie Uwe Jens Maai. Keurig doorgaan deze drie, in achtervolging diverse anderen, maar hier kijken we naar de aflossing. De aflossing van Yvonne van Gennep die al wat inhoudt met prins Willem-Alexander. Blijft hij in de been? Jawel, het gaat goed. Prins Willem-Alexander op weg naar zijn volgende ronde. En hij is enorm populair geworden hier vanavond in T11. Dat mag duidelijk zijn. Hij lacht nog even in het voorbijgaan naar Bonnie Blair. Terwijl in beeld nu weer Tommy Gustafsson met de anderen verschijnt. Tommy Gustafsson, daarachter dus de man in het groen, André Hofman en de man in het blauw. Dat is Uwe Jens Maai. Het zijn de drie grote vedetten van het schaatsen. En deze absolute andere vedette, die is de meest populaire van allemaal. Tommy Gustafsson gaat zo dadelijk wisselen met Christa Rotenburger. Terwijl nu pas prins Willem-Alexander gaat wisselen met Hein Vergeer. Zij zit er op een ronde achterstand. Vergeer zal natuurlijk nog willen aantonen dat hij schaatsen kan. En gaat proberen nog wat goed te maken.
Maar inmiddels is die kopgroep van drie natuurlijk ver weggereden. Die kopgroep met Karin Kania, met Kabi Sange en met Christa Rotenburger. Wel wat mensen in de achtervolging. Ik zie met links bijvoorbeeld Petra Molhuis en de winnares van vorig jaar komen. Maar met het groene shirt was heel duidelijk te zien dat Kabi Sange het tempo weer omhoog gevoerd heeft. Waarschijnlijk kan Willem-Alexander lekker even uitrusten. En kijken we nog steeds naar die drie aan de leiding. Kabi Sange, Christa Rotenburger en de beste van allemaal, Karin Kania. Schitterend gezicht. Deze Kania Rotenburger en Kabi Sange nu aan de leiding. Prachtig mooi. Geweldig. Naast elkaar rijden. Terwijl Yvonne van Gennep nog eens een poging waagt. Ze komt weliswaar iets dichterbij. Maar zal dan toch nog heel, heel veel in moeten halen. Tempo inmiddels opgevoerd door Karin Kania. Zij neemt koppositie over. Van Gennep doet langzaam maar zeker wat terug. Maar ze zal er ongetwijfeld niet meer bij komen. Van Gennep, het is toch een schitterend gezicht, zeg. Om gouden Yvonne daar te zien rijden. De aflossing hier. Met André Hofman, met Uwe Jens Maai. En met Tommy Gustafsson. Gaat Gustafsson er nog bij komen? Hij zit op enige achterstand. Hij kijkt nog steeds naar die verbetertrek. Terwijl Bert Koppans hier door het beeld raast. Van Yvonne van Gennep. We kijken naar Uwe Jens Maai. We kijken naar André Hofman in het groen. En daar in het rood achter Tommy Gustafsson. Heel verbeterd. Kort langs het randje rijden. Uwe Jens Maai op weg naar die laatste meters. Beide handen los. En dan gaan we een schitterend koppel als winnaar krijgen. Uwe Jens Maai samen met Karin Kania. Voor André Hofman en Kabi Sange. En op de derde plaats Thomas Gustafsson en Christa Rodeburken. Maar het meeste applaus is voor Hein Vergeer. Bezig aan zijn allerlaatste meters als actief schaatsenrijder. Wat zal er in hem omgaan? Nu op dit moment nou die over de meet gaat. Terwijl Prins Willem-Alexander zich nog even omdraait. Waarschijnlijk naar Yvonne van Gennep. Zij wachten met hun tweeën Hein Vergeer op. Een prachtig koppel. Prins Willem-Alexander, Hein Vergeer, Yvonne van Gennep. Schitterende wedstrijd geweest. En wat een koetwil heeft deze kroonprins, Prins Willem-Alexander, gekweekt. Fantastisch.